Dag Alan, hier nogmaals brief 7 van Seneca over de verderfelijke invloed van de massa. Nu doen we tekstje B in ons boekje, dat is denk ik paragraaf C of iets dergelijks. Eerste deel van ons tekst B in ieder geval. Vorige keer zijn we geëindigd met het praten over de vitia, de fouten, de gebreken van de karakterfouten die... juist door het genot, als je kijkt naar een gladiatorische show, makkelijker naar binnen sluipen. En dan gaat hij door en zegt hij, quid me existimas dicere. Wat denk je dat ik bedoel? Dicere is hier natuurlijk niet in de zin van zeggen, maar meer in de zin van bedoelen. Niet wat denk je dat ik zeg, maar wat denk je dat ik bedoel? Existimare hebben we ook in de vorige zin, vorige tekst, helemaal in het begin gezien. Existimare is gewoon, ja, een mening hebben. Menen. Denken. En dan komt er een as i, me dicere, dat ik bedoel. Dit slaat terug op die vitia. Welke vitia denk je dat ik bedoel? Nou, en dan noemt hij een stel vitia. Avarior redio, ambitiosior, luxuriosior. Kom ik hebzuchtiger terug. Ambitieuzer, eerzuchtiger is dat. Luxurieuzer, nou dat zeg je niet zo. Belust op wilder, beluster op wilder, verkwistender, zo kan je het zeggen. Hè? Belust op luxe. Dat is een vraag. En het, is natuurlijk, het zijn drie dingen die genoemd worden, zonder verbindingswoordjes, dat heet een ansiedaton en een tricolon. Maar dat is het nog net niet. Nee, hij zegt, immo vero crudelior et inhumanior quia inter homines fui. Immo vero, en zelfs sterker nog, immo vero, vreder en nou wordt het helemaal mooi, inhumanior. Nou, dat begrijpen we wel, denk ik, onmenselijker quia omdat ik tussen de mensen ben geweest. En dat is natuurlijk zeer paradoxaal. Hoe kan je nou onmenselijker worden door tussen de mensen te zijn? Nou, omdat die mensen, het gepeupel, het volk dat bij die gladiatorische show zit, allerlei dingen meemaakt en karakterfouten heeft en tentoonspreidt die niet bij mensen horen, die niet passend zijn bij, laten we zeggen, ontwikkelde mensen. Die mensen uit het volk, dat zijn eigenlijk geen echte mensen. Geen ontwikkelde mensen. Dus als je daaronder mengt, dan word je inhumanior, onmenselijk. Het is wel een paradox, maar je kunt het paradox altijd uitleggen. Casu in meridianum spectaculum incidi, lusus expectans et sales et aliquid laxamenti quo homino oculi ad humano cruore acquiescant. Contra est. Toevallig, incidi. Perfectum van incidere, terechtkomen in. Dus kwam ik terecht in een meridianum spectaculum. Een middagvoorstelling. En dan wil zeggen een voorstelling tussen de middag. Direct na de beestenspelen, hè, het gevechten met de wilde dieren die 's ochtends waren. En de eigenlijke gladiatorengevechten die later in de middag kwamen, was er ook nog een middagvoorstelling. En daar werden normaal gesproken komische optredens van clowns en piassen en dergelijke opgevoerd. Om de mensen een beetje luchtig vermaak te bieden. Dus dat zegt hij ook, lusus expectans. Hè? Wat is lusus? Dat is iets van grappen. Meervoud accusatief is hier van lusus, dus een woord van de vierde groep, van u-declinatie. Grappen verwachtend, PPA. En sales, ook meervoud. Geestigheden. Nou ja, geestigheid zou ik kunnen zeggen. Is eigenlijk meervoud van salen. Dat betekent zout. Maar dat is een metafoor voor humor. Geestigheid. En dat zet je vaak in het meervoud. En humor verwachtend. En aliquid laxamenti. In iets van ontspanning. Genitief is partitief. Hoeveel van ontspanning? Iets van ontspanning. Iets van ontspanning. Quo op dat daardoor, dat is een quo met een conjunctivus hier, acquiescant, die geeft een doel aan. Dus op dat daardoor, om te zorgen dat daardoor de oculi hominum, de ogen van de mensen, ab humano cruore acquiescant, tot rust komen of uitrusten van ab humano cruore, het menselijk bloed. Hè, dus vanochtend, 's ochtends hebben ze die gevechten met wilde beesten gezien. En daar kun je dan even een beetje van uitrusten, van al dat geweld. Dat is wat hij verwachtte. Dat noemt hij ook met een hele mooie polysyndeton.
Lusus et sales et aliquid laxamenti. In een, ook weer een tricolon natuurlijk. Dan krijg je daarna weer zo'n mooie inhuman your humines, hè, paradox. Hier hominum humano. Hij speelt met woorden. Het is niet echt een repetitio natuurlijk, want het is een ander woord, maar het is wel verwant. Hetzelfde verwantschap die we hier net zagen. Dus dat herhaalt hij op de een of andere manier. Hier is het minder een paradox dan hiervoor. Hè. Maar het is duidelijk dat de mensen van de mensen hier die hier genoemd zijn, zijn uiteraard de toeschouwers. En dit menselijke, dat zijn is het bloed van de vechters zelf. Dat lijkt me logisch. En dan hier komt dan wordt de verwachting niet ingelost. Contra est. Dat zien we hier. Het tegendeel is waar, zo zouden wij het zeggen. Wordt achteraan gezet zonder verbindingswoordje om het tegenstelling te benadrukken. Dat noem je een adversatief asyndeton. Adversatief tegenoverplaatsend. En dan gaat hij dat nog eens een keer versterken. Quid quid ante pugnatum est, misericordia fuit. Nunc omissis nugis mera omicidia sunt. Al wat ervoor bij wordt hier, niet ante iets, nee gewoon ante, ervoor pugnatum est, gevochten is, dat kunnen wij niet zo goed leggen, al wat gevochten is, misschien wel al wat er aan gevechten geleverd is. Zoiets. Is iets meer vrij vertaald. Dat is natuurlijk daar een ppp van pugnare, onzijdig, want dat is onpersoonlijk. Al wat er gevochten is, of aan gevechten geleverd is, was misericordia, was medelijden. Dat is bijzonder. Hoe kan een gevecht nou medelijden zijn? Hoe was een barmhartigheid zijn, een medeleven? Dat is paradoxaal. Misschien ook wel een beetje overdreven, want als je het uitlegt, hoezo was dat nou medelijden? Nou, als je het vergelijkt met nu, dus tijdens die middagvoorstelling, niks geen clowns, nee, nunc omissis nugis mera homicidia sunt, nu zijn er mera homicidia. Pure moordpartijen. Louter slachtpartijen. Zo kan je het ook vertalen. Omissies nugis. Ablativus absolutus. Op PPP van omitteren. Nalaten. Nalaten, weglaten of iets dergelijks. Nugai zijn dan onzin. Dat is meervoud, maar je zegt onzin. Dus nadat de onzin is weggelaten, dus met weglating van de onzin, zijn er louter slachtpartijen. Dus wat je dus kreeg nu is gewoon een slachtpartij. En daarbij vergeleken was de ochtendvoorstelling met beesten. Ja, dat is zelfs nog haast nog barmhartigheid. Hè? Dat ik vriendelijk ben voor die vechters, dan is het niet zo erg. Want dit is veel erger. Dus in de. Dit klinkt paradoxaal. Hoe kan een gevecht nou barmhartigheid zijn? Maar dat komt door het contrast met wat je nu ziet. En zelfs een klein beetje overdreven, hè? Hyperbol, zou je kunnen zeggen. Uiteraard is er een tegenstelling en het wordt weer benaderd door een administratieve asynaton. Hij gaat uitleggen hoezo zijn het nou pure slagpartijen in die middagvoorstelling. Ten tijde van Nero, hè, leven we. Nihil habent quo tegantur. Ze hebben niets om zich mee te beschermen. Letterlijk. Niets waarmee ze zich kunnen beschermen. Waarmee ze beschermd kunnen worden. Eigenlijk is het passief, maar je kunt het ook reflexief vertalen. En die cognitief is na quo, geeft dus een doel aan. Hè. Ze hebben niets dat het doel heeft om zich mee te beschermen. Of kun je gewoon vertalen. Ze hebben niets om zich mee te beschermen. Adictum totis corporibus expositi numquam frustra manum mittunt. Totis corporibus begin ik even mee, met hun gehele lichamen, het is meervoud, want het waren meerdere vechters, in ablativus, dus met, expositi, expositus ad betekent blootgesteld aan, uiteraard van exponere komt dat officieel, dus blootgesteld aan, ad ictum, de slag, de stoot, de hou, hè, de slag van het zwaard. Dus met hun gehele lichamen blootgesteld aan de slag, aan de hou. Manum mittere is een uitdrukking, blijkt een klap geven, een stoot geven, uithalen. Dus dat vind ik een mooie uitdrukking. Halen ze nooit te vergeefs uit. Nooit te vergeefs, hè? Noem ik maar frusta. Dus omdat de ander, of eigenlijk allebei,
zijn ze ongewapend. Ze hebben alleen maar een zwaard, bij wijze van spreken, of een ander wapen. En ze kunnen uithalen wat ze willen. En ze kunnen zich niet beschermen, behalve misschien met dat zwaard zelf, maar dat schiet vaak niet heel erg op. Dus welke slag ze ook uitdelen, als hij raak is, is het meteen bloed, want ze hebben geen bescherming. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk best wel vreselijk. Maar wat zegt hij dan? Hoc plerico ordinariis paribus et post laticis praeferunt. Dit prefereren de meesten, ook weer het volk, hè, plerico, dat is een andere term voor plebs, voor populus, turba enzovoort. Dit prefereren de meesten, prefereert het volk boven de ordinariis paribus, de normale, de ordinaire, de gewone paren, gladiatorenparen. Dus zijn altijd in paarvorm opgesteld uiteraard. Et postlaticias, dat zijn de paren op verzoek. Moet je zeggen, postlaticia paria, ook weer, of parius erbij. Oftewel, dat zijn de speciale vechters die op keizerlijke elite vechters zeg maar, waren. Zelfs die bijzondere gladiatoren, echt goede vaklui, zeg maar, geoefende mensen, die worden nog versmaad ten gunste van deze ongewapende sukkels die elkaar tot de dood moeten bevechten. Alliteratie, paribus, postlaticis, praeferunt, morgen predicum er nog bij. Ter versiering van de taal. En dan, ja, waarom ook niet? Quid ni praeferant? Waarom zouden ze die ook niet prefereren? Waarom ook niet prefereren ze die? Het is een mogelijkheid, bij quid ni, ja, een beetje een vraag. Een retorische vraag, ook weer een beetje, waar wel sarcastische, ironisch sarcastisch. Hij meent er helemaal niks van. Hij zegt van, waarom zou ze die niet prefereren? Bedoelt hij eigenlijk van, natuurlijk prefereren ze die, maar dat is weer ironisch, want het is onzin dat ze dat prefereren. En dan non gallia non scuto repetitor ferrum. Niet door de helm, niet door het schild wordt het ijzer afgeweerd. Passief hier onderwerp, dit is ablativus. Asinaton aan elkaar geplakt. Quo munimenta, quo artes. Nog twee van die ironische, sarcastische, retorische vragen. Waartoe, mag je aanvullen, dienen, ellips dus, hè, waartoe dienen beschermingen, munimenta, meer wat voor monumentum. Waartoe dienen nog een keertje de artes, de vaardigheden, kunsten, hè. Uiteraard twee keer dezelfde soort vraag, dus dat is een ana voor, ook met quo. Misschien parallelisme ook wel, dat is wel een beetje moeilijk. Die herhaling van quo is heel sterk. En dan komt er een knaller aan het einde. Omnia ista mortis morae sunt. Al ista, al die dingen, het is onzijdig meervoud zelfstandig gebruikt, mag je dingen aan toevoegen, omnia ista, al die dingen, of eventueel als omnia, als alles vertaald, zeg je dat alles, en dan moet je hier ook enkelvoud van maken, maar ik doe even met al die dingen, hè. Dus omnia ista, al die dingen zijn uitstellen, nou, ik zou liever uitstel van maken, in Nederland zeggen wij toch liever met een enkelvoud, hier meervoud omdat omnia ista ook meervoud is, mortis, van de dood. Al die dingen zijn uitstel van de dood. Welke dingen? Artes, de vaardigheden en de monumenta. De bescherming, dus verdedigingswapens zijn helmen en schilden enzovoort. En de vaardigheden van een getrainde vechter, die je dus hier vindt. Allemaal uitstel van de dood. Hoe meer bloed, hoe meer dood, hoe beter. Al dus het volk, zegt Seneca. En dat vindt hij verwerpelijk. Goed, volgende filmpje. Lezen we verder. En ik hoop jullie dan weer te zien, althans jullie mij te horen. Tot ziens.